ging over generatie Einstein, de jongeren van nu die in de klas zitten bij de medewerkers van het Rijn-IJssel. En we hebben hen de gelegenheid gegeven om de medewerkers nader kennis te laten maken met de studenten waar ze dagelijks voor in de klas staan. Maar eigenlijk, wat nu bleek, heel weinig van afweten. En we hebben ze tools aangereikt zodat ze beter met hen kunnen communiceren. Doordat ze hen beter begrijpen en nog trotser op hen zijn geworden. Ja, wat hebben de docenten geleerd daar? Ze hebben zich in kunnen voelen in waar de jeugd zich mee bezighoudt. Ze hebben denk ik geleerd wat Hives is. Ze hebben geleerd dat een communicatietool niet eng is, maar waar ze ook zelf gebruik van kunnen maken. Dat doen ze nu ook. En ik denk met name dat ze geleerd hebben dat de jeugd niet zo heel anders is dan zij. Ze maken alleen gebruik van andere middelen. Waar wij vroeger naar de bibliotheek moesten gaan, gaan zij gewoon naar Google. En dat is helemaal niet eng of anders. Dus in die zin is er een soort van afstand geslecht. Waarop zeg maar, het wederzijds kennis en vertrouwen is toegenomen. Maar één concreet voorbeeld van een hivende docent, wat doet hij ermee? Tegenwoordig zet hij gewoon de huiswerkopdrachten op Hive, zodat iedereen op zijn pagina de huiswerkopdracht voor deze week kan ophalen. En wat ze ook als een les zeg maar, uitvalt of later is, dan sturen ze een groeps-sms. Ze hebben gewoon die hele klas in hun mobiele telefoon gezet. Ze pakken klas 3a en zeggen van ik ben dit en dit vergeten te zeggen en drukken op send. En het is met één knop geregeld en dan zien zij ineens van goh, Vroeger zou ik niet weten hoe ik dat moest doen. Of ik zou het in een klasboek zetten dat ze niemand lezen. En nu hebben ze een soort van manier gevonden die door de jongeren al lang gebruikt wordt. Die ook heel erg voor hen werkt. En in die zin... Dat had je niet van tevoren zo bedacht? We hadden niet verwacht dat het zoveel effect zou hebben. We zouden denken, het is een leuk vermakelijk evenement. In die categorie is het ook daarom genomineerd. Mm-hmm. En het zou leuk zijn als daar wat spin-off en positiviteit uit voort zou komen. Dat het echt daadwerkelijk een tool zou zijn die kloof tussen de generaties voor grote geslecht heeft, hadden wij niet durven hopen van tevoren. Maar dat is wel een hele logische klus, want die medewerkers zijn nou de leerlingen die je normaal gesproken als professionals inzet. Ja, we hadden dus, als je goed bekijkt, wat de 6 locaties per locatie waren ongeveer 7 klaslokalen waar lessen of workshops werden gegeven. Dus dat waren zeg maar 42 subsessies die tegelijkertijd plaatsvonden, dat ongeveer 6 keer achter elkaar. Dus dan praat je over 240 workshops en lessen in totaal. Plus dat je nog eens een keertje die ook in handen was van leerlingen die 2 weken van tevoren nog niet eens wisten dat ze daaraan mee gingen doen. En dus ook nog even goed geholpen moesten worden om voor de klas te staan. En dat deed ze dus echt boven verwachting. En dat was denk ik het grootste plus van het hele evenement. Ja. En krijg je nog wel eens sms'jes van leerlingen of leraar? Nee. Oh, soms niet. Een mailtje, maar verder is het voor ons opgehouden. Maar de insteek was ook vooral het contact tussen docenten en studenten. En dat is wel gelukt. Dus, Wil je het nog gaan voortzetten met iets? Het lijkt me hartstikke leuk als er ROC's zijn die ook meer contact zouden willen realiseren tussen docenten en studenten. Dat we daar een mooi concept voor hebben liggen wat zichzelf heeft bewezen. Dus ik zou het graag nog een keer doen en er zo'n verandering mee teweeg brengen bij andere scholen. Oké. Nou jongens, succes ermee voor de gaatje af. Ja, bedankt. En we zien het allemaal wel. Ja, nou, ja, ik ga nu uit. Jo. Moeten werken.